Goedenavond, dit is het heuvelend nieuws van woensdag 3 mei. Het was een flinke vergissing, dat zegt CDA-raadslid Von Kisterman uit Gulpenwittem. De partij stemde eerder tegen het regionaal zorgplan voor de wet maatschappelijke ondersteuning. Daardoor dreigden er grote problemen te komen voor de gemeente, zelfs zo groot dat de zorg voor de inwoners onder druk kan komen te staan. De partij wil nu opnieuw over het plan vergaderen. De oppositie heeft grote kritiek. Twee weken terug waren er vele verbaasde gezichten toen het CDA tegen het regionaal beleidsplan voor de WMO stemde. Het was een vergissing, zegt raadslid Von Kisterman. Omdat wij een behoorlijke inschattingsfout gemaakt hebben. Wij wilden het beleidsplan aanscherpen, vandaar ook de motie die we mede hebben ingediend. Omdat we wilden dat de betrokkenen, de direct betrokkenen, de hulpbehoevenden nauwbaar bij betrokken werden. Want wat we nu zagen is dat bijvoorbeeld mensen iets toegewezen kregen wat eigenlijk niet aansloot bij hun wensen en zeer zeker niet bij de affiniteit van hun, dus vandaar die Emotie, maar ja, dan hebben we dus op een gegeven moment tegen het WMO-beleidsplan gestemd, en ja, dat was dus echt niet de bedoeling. Dat is even helemaal verkeerd gegaan. Hoe kan het dat dat verkeerd gaat? Nou ja, het was behoorlijk laat op de avond. Dat mag natuurlijk geen excuus zijn, maar als je een hele intensieve vergadering achter de rug hebt, ja, dan gaat soms de concentratie een beetje achteruit. En dat was bij deze het geval. Dus ik zat even niet heel goed op te letten. En ik zag mijn mede-fractiegenoot de handen opzeken, en ik dacht van, oh, we moeten de handen opzeken. En toen was het te laat, toen hadden we tegen het WMO-beleidsplan gestemd. En ook het CDA zelf had kritiek op het WMO-beleidsplan. In dat beleidsplan, wat samen met de andere Heuveland-gemeenten en Maastricht is opgesteld, staat een visie voor de WMO. Daaronder valt onder meer de thuiszorg voor ouderen, maar ook mensen met een psychische stoornis en daklozen kunnen opvang krijgen via de WMO. Het CDA wil tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw overleggen over de WMO. Raadslid Marion van der Kleij van de oppositiepartij Pro kijkt verbaasd naar de gang van zaken. Ja, wij waren natuurlijk heel erg verrast toen wij dat nieuws hoorden. En eerlijk gezegd, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik zit hier vanaf 2006 in de gemeenteraad. Een tijdje wethouder geweest ook. Maar in al die jaren heb ik nog nooit gehad dat er een plan wat vast is gesteld, nog een keer terugkomt de volgende keer op de agenda. Dus ja, verrassend en ook wel een beetje heel erg raar. Het CDA zegt dat de coalitie nooit in gevaar is gekomen. Direct na de stemming hebben ze overleg gehad met de partners om plooien glad te strijken. Toch denkt de oppositie daar anders over. Zij zien wel degelijk scheurtjes in deze coalitie. Ik, volgens mij gaat het sowieso niet zo lekker in die coalitie. Ik ben er niet bij, ik weet het niet, ik kan het alleen maar observeren. Um, en ik, uh, ja, ik, ik denk dat ze onderling uh, nou, niet heel goed hebben afgestemd, in ieder geval in dit geval niet. Dus ja, hoe dat verder gaat, we zullen het afwachten. Het college van burgemeester en wethouders waarschuwde voor grote gevolgen door het wegstemmen. De zorg voor de inwoners zou zelfs onder druk komen te staan. Het CDA was zich daar niet van bewust. Nee, in principe niet. We wilden voor het beleidsplan stemmen, maar wel met een aanscherping. Vandaar de motie die we mede hadden ingediend. Ja, nou, ik moest eerlijk gezegd een beetje omgrinniken. Uh, en tegelijkertijd was ik een beetje boos. Maar nu lijkt het net dat alsof je tegen het plan stemt, dat je dan de zorg van inwoners tegenhoudt. Nou, dat is natuurlijk het laatste wat wij willen. Want die zorg van inwoners, daarvoor stemden wij nou juist tegen het, voor, tegen het plan. Om ervoor te zorgen dat die uh, zorg op orde zou blijven. Het lijkt er dus op dat tijdens de volgende raadsvergadering het beleidsplan wel wordt goedgekeurd. Daarmee krijgt de gemeente groen licht om de zogenoemde uitvoeringsplannen te gaan maken. Daarin komt te staan hoe de Wemo de komende jaren er precies gaat uitzien in het Heuveland. Een visser heeft een dode kat gevonden in de gul. Dat gebeurde bij de brug naar Nobamacare in Rotem. Het dier zat in een plastic zak en werd vorige week woensdag gevonden. De eigenaren van de kat werden door de dierenambulance op de hoogte gesteld. Een politiewoordvoerder verklaarde aan in Limburg dat de dierenpolitie de zaak gaat onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky komt naar Aken om de Karel de Grote Prijs in ontvangst te nemen. Allereerst gaat hij op 14 mei naar Berlijn. De Duitse media melden dat hij daarna per helikopter naar Aken wordt gebracht. Naast Zelensky zijn ook bondskanselier Olaf Scholz en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula van der Leyen aanwezig. De Karel de Grote Prijs, ook wel Karelsprijs genoemd, wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de Europese eenwording. Eerdere winnaars zijn Angela Merkel, Emmanuel Macron en Paus Franciscus. SV Meersen maakt nog kans op het kampioenschap en de beker. Gisteren plaatste de ploeg zich voor de finale voor de KNVB-beker Zuid 2. SV Meersen won die uitwedstrijd tegen derde klasser Avanti 31 uit Schijndel met 1-0. Daardoor plaatst de ploeg van trainer Danny Volkers zich voor de finale op Hemelvaartsdag. Dan neemt SV Meersen het op tegen eerste klasser Chevremont. De wedstrijd wordt op neutraal veld gevoetbald op sportlandgoed De Hame in Beek om 3 uur. Komende zondag kan de ploeg ook kampioen worden van de vierde divisie, voor geen hoofdklasse. Daarvoor moet er gewonnen worden van HVCH uit Noord-Brabant. Bij winst promoveert Meersen naar de derde divisie. Als SV Meersen komende zondag kampioen wordt, mag de andere club in de gemeente Meersen, VV Bunde, volgend seizoen meedoen aan de landelijke KNVB-peker. Morgen is het dodenherdenking. Alle gevallen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog worden dan herdacht. Om acht uur is het in het hele land twee minuten stil. Verschillende gemeenten deden een oproep om de omgekeerde vlaggen weer goed te hangen. Die vlaggen werden omgedraaid uit protest tegen het stikstofbeleid. De gemeente Valkenburg aan de Geul deed dat niet. In reactie aan EEN Limburg laat de gemeente weten dat het niet te doen om censuur van vrijheid van meningsuiting te voorkomen. Uitingen binnen bepaalde grenzen zijn toegestaan, al dus de gemeente. In iedere gemeente wordt een lokale herdenking georganiseerd. Wilt u weten waar dat is in uw gemeente? Kijk dan op onze website heuvelandvandaag.nl of in onze app. En dan nog het weer. Donderdag is er veel zon. Later neemt de bewolking toe, maar blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 22 graden in de nacht daalt het kwik naar 4 graden met mogelijk nog wat vorst aan de grond. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten. Op bevrijdingsdag is er meer bewolking en is er de hele dag en zeker in de middag kans op fikse buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt minder warm bij 17 graden. In de nacht komt het af tot 13 graden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Zaterdag is er in de ochtend nog wat zon, maar later is het zwaar bewolkt met kans op een bui. Het wordt ongeveer 18 graden en dan waait een zwakke wind. En tot zover deze uitzending van Heuveland Nieuws. Morgen om 7 uur zijn we alweer en ik wens u nog een hele fijne dag.